Hallo, ik ben Roderick Leeuwenhart, schrijver van Boekbinnenkast Sushi en we zijn hier live op Tsunacon. Tsunacon is een van die, je ziet hier de stand al, Tsunacon is dus echt een van die conventies waar ik mijn boeken verkoop. Dat is een van de pijlers waar mijn uitgeverij op berust is. Dus hier komen strakjes hopelijk honderden of duizenden mensen langs en die gaan dan een mooie stand zien. Je kunt hier van alles kopen. Boekenleggers, buttons, posters, je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief. En ja, je ziet dat de stand er ook mooi uitziet, dus mensen kunnen lekker langskomen, ervaring krijgen en hopelijk zijn ze dan onder de indruk. Nee, we staan hier lekker op de conventie en we zijn al heel goed aan het verkopen. Het is echt super leuk, maar dat is niet het enige wat ik hier ga doen. Want ik ga ook een lezing geven over de Shinsengumi. Zo. Dit is een Haori van de Shinsengumi. Die droegen ze toen ook. En daar ga ik een lezing over geven om 4 uur. En dat is een leuke manier om een beetje kennis te maken met mijn publiek. En ook dingen leuks te doen voor de conventies. En natuurlijk mijn boek aan te prijzen. Zo, de lezing was een succes ondanks niet zo heel erg veel mensen, maar... Het was wel heel erg leuk en we hebben het opgenomen, dus die ga ik ook op YouTube zetten. En dan hopelijk, ja, wie weet, kijken er wel mensen naar. De conventie Tsunacon is nu bijna ten einde en ik heb best wel goed verkocht. Dat verrast mij, want ik ben al een half jaar aan het verkopen met deze dingen. En ik had verwacht dat na een half jaar een beetje de rek er wel een beetje uit was. Dat pindakaas en sushi, dat iedereen die het wilde, dat ze het nou wel zouden hebben. Maar dat is toch niet helemaal het geval. Er blijken genoeg mensen te zijn die langskomen, verrast zijn en het boek toch kopen. Dat vind ik super. En straks als in juni mijn tweede boek uitkomt, dan denk ik dat er weer heel veel nieuwe kopers zijn. En dat het weer helemaal fris festivalseizoen ingaan. Dit was het einde. En ik zie jullie de volgende keer weer. Dan hebben we een nieuwe aflevering die weer meer normaal is. Maar het is wel leuk om dit soort dingen te zien. Een beetje kijkerschermen. Gekke mensen die mij helpen. En dan, oh mijn god. Ah, ik was Roderick Leeuwenhart, dit was hem weer. Voor de volgende keer.